hallo, leuk dat je er bent. Vandaag weer een nieuwe video voor de videohop van het Feel Good Stamping Design Team. Mijn naam is Annette Koolmees, ik ben onafhankelijk stamping updemonstratrice in Nederland en ik woon zelf in de plaats Moerkapelle. We gaan aan de slag deze maand met het thema Clean and Simple. Kijk je mee? Het thema deze maand is dus Clean and Simple. Dat klinkt eenvoudiger als dat het is. Want je wilt toch al gauw iets te veel op je kaart stoppen, waardoor die niet meer clean is. Ik ga werken met de kersttijdstempelset. Die komt van de online-only producten. Dus je vindt deze niet in de catalogus, maar alleen online. Je kunt hem wel gewoon via mij bestellen. En dan kan ik hem ook naar je toesturen. Nou, laten we beginnen. Ik vond het leuk om het begin van mijn kaart te maken met de nieuwe kleur Basic Beige. Ik denk clean en simpel kaarten zijn over het algemeen wit. Maar ik dacht, laat ik eens, aangezien ik met herfstproducten wil werken, laat ik eens gewoon met een herfstkaart kleur aan de slag gaan. En dan vond ik Basic Beige wel mooi bij passen. Ik snij de grootte, de lange kant van het A4 door op 14,85. Als je gaat naar de 14,5, zeg maar, dan tel je de 3 streepjes bij op. En dan ga je tussen dat achtste en het negende streepje zitten. En dan heb je de helft van het A4 papier in gebruik. Dan leg ik weer de lange zijde aan de bovenkant. Die is 21. Deel je die door 2, kom je op 10,5. En ik zorg dat het rilmesje op de goede plek zit, want ik geef hier een vouw in deze kaart. Dan maak ik nog een mat van Basic Beige. En die mat die doe ik net een stuk kleiner. Dus in plaats van 10,5 snij ik hem op 9,5. Dat is een centimeter minder als de normale maat. Dus dan gaat hij van 14,85 naar 13,85. En dan is dit de mat die bovenop de kaart komt. Ik heb de laatste tijd nog wel eens dat ik kleine rafeltjes langs mijn papier heb. Ik heb al een nieuw mesje geprobeerd, maar dat maakt niet uit. Dus wat ik dan doe is, ik knip even gewoon langs het randje die kleine pluisjes weg. En dan is het in orde. Ik pak eventjes de stempelset erbij. Ik zei al, ik ga met de herfst aan de slag, dus ik pak de blaadjes erbij. En ik moet even kijken waar ze zitten. Ik heb ze al een keer eerder gebruikt. Ze passen precies op het kleinste blokje. En wil je echt heel basic gaan, dan ga je stempelen zoals ik nu doe. Ik pak nog heel even een plakpapiertje erbij. En de prikmat. Eens even kijken, moet natuurlijk ook goed in beeld zitten. Ik ga eerst de buitenkant van het blaadje ga ik stempelen. Zeg maar de buitenste lijn. En ik zit te denken, want ik wil er 3 blaadjes op een rij hebben. Dus ik kan eigenlijk beter even eerst met de middelste beginnen. Dat is eigenlijk handiger natuurlijk. Dus ik pak even deze. Die is 9,5. 9,5 gedeeld door 2 is 4,5. Dat komt dan op 4,75. Zet ik even een heel klein potloodstreepje. En dan zet ik gewoon alle kleuren eigenlijk alvast klaar. Ik heb de kleuren Basic Beige. Dit is de crumb cake en dit is de pecan pie. Nou, en ik zei al, ik zet eerst de buitenlijn neer. Buitenbeeld heb ik mijn stamping scrub liggen, waarbij ik mijn stempeltjes dus schoonmaak. Daar spuit je stamping mist op en dan kan je hem heel makkelijk even afvegen. Dan pak ik de donkerste kleur, de pecan pie. En ik zit er wat verder van af, dus ik hoop dat het goed gaat.
Het was de bedoeling om ze op dezelfde rij te hebben. Maar dat lukte dus al niet. En dat is dan even het lastige zo. Als je het uit de hand doet. Nu heb ik het stempeltje wat de binnenkant van de blaadjes kleurt. En wat je dan doet is, als ik hem natuurlijk dezelfde kleur stempelt, zie je het niet echt. Dus ik stempel hem af. Dus even kijken nog een keer. Want ik hield hem niet helemaal recht. Nou, er zit eigenlijk een raar stukje in het blok. Ja, die is beter. En dan zet ik deze erbovenop. Ik hoop dat hij goed gaat. En dan is dat de binnenkant van mijn stempel. Nu pak ik de lichtere kleur. Die zet ik erop. Die zie je gelijk een stukje minder, maar hij geeft wel iets kleur. En dit is de donkerste van de drie, de pecan pie. En dan wilde ik, even kijken hoor, uit de stempelset Herfstwensen wil ik de tekst We denken aan je gebruiken. Moet ik even zoeken welke dat is. Dit zijn echt zulke kleine stempeltjes. Nee, dit is Kracht en Liefde. We denken aan je. Even kijken waar die op past. Dat wordt het volgende. Het voordeel is natuurlijk dat hij doorzichtig is. Dus je hoeft niet zo heel erg op te letten of dat hij recht ligt. Doe ik eventjes deze dicht. Leg ik die even aan de kant en dan pak ik mijn kaart, de basis die ik gemaakt heb. Die ga ik heel even goed dubbel vouwen. Dus ik zorg dat de hoekjes goed op elkaar liggen. En dan geef ik hier ook een extra vouw. En ik vind het, je kan ze zo rechtstreeks op elkaar plakken. Maar om toch nog een beetje een verschil te maken, plak ik deze bovenkant op met dimensions op de achtergrond. Dimensionals moet ik eigenlijk zeggen. Ik plak altijd eerst de hoeken vol. En dan het midden. En dan zet ik er hier nog tussen. En zo heeft hij een aardige stevige basis. Het is altijd zo'n gepriegel om die stukjes eraf te halen. Hè? En dan geef ik deze overal dezelfde afstand. En dan is mijn clean en simpel kaart klaar. En dan zit ik te denken, was dit het filmpje of ga ik nog verder met iets? En ik denk dat ik nog even één stapje verder ga. Dus ik pak weer een vel basic beige. Precies dezelfde maat. Dus ik snij de lange kant van 29,7 weer door op 14,85. Dan ril ik hem op de lange zijde die nu ontstaan is weer op 10,5. En dan had ik hier nog een restje en die snij ik weer op die 9,5 bij 13,85. Nu pak ik er alleen een klein stukje kladpapier bij. Althans een kladpapier, een restje zeg maar waar ik nog even op kan stempelen. Ik zit even in mijn papieren map te kijken waar bij de basic beige kleurtjes. Of dat ik een klein stukje heb. Ja,
Dit is een mooie. Nou ga ik eigenlijk alles weer herhalen. Dus ik pak weer die pecan pie, de crumb cake en de basic beige erbij. Ik stempel ze weer alle drie. Doordat ik ze nu uit ga stansen, hoef ik niet zo op de afstand te letten. Dan vergeet ik je matten weer op te leggen. En vooral eigenlijk voor dat invullen, voor een grotere oppervlakte, is dat blad, die prikmat met dat dingetje eronder gewoon fijn. Dit is de crumb cake. En de laatste is de pecan pie. Ik ben altijd erg van het doosjes met inkt dicht doen. Puur omdat ik anders met regelmaat mijn kaart erin stopte. Dus vandaar dat ik altijd daarop let. Dan pak ik nu even de stansen erbij. Dit zijn de kersttijdstansen. Ik heb even dit erbij liggen, zeg maar, voor een maatje. En ik pak het blaadje wat erbij hoort. En ik dacht misschien die. Even kijken waar ik alles laat. Je werkoppervlakte wordt al gauw te klein. Met al die leuke spullen die je hebt. Als je aan het knutselen gaat. Dus even kijken, dit is even goed op elkaar neerleggen. Nu pak ik de mini stans- en snijmachine erbij. En ik ga de blaadjes uitstansen. Nou zie ik al dat hij net weer iets verschoven is. Mijn blaadjes die heb ik al. Mijn bladen die eronder zitten heb ik al wat langer in gebruik. En de onderste staat bol. En het nadeel is, ik zal hem even anders omleggen denk ik. Het nadeel is dat hij dus daardoor wat sneller verschuift. En dan kan je hem vastplakken met tape. Maar dat werkt bij mij ook niet handig. Dus ik doe het gewoon zo. Ja, nou erger ik me toch aan het blaadje wat niet goed uitgestanst is. Dus ik pak nog even deze aan de kant. Ik pak nog even de pecan pie erbij. En zet toch nog even een nieuwe neer. Want ik vind als je iets aflevert, moet het ook altijd wel mooi zijn. En zoveel werk is het niet. Dus weer even de stans erbij. Soms is het even lastig om op gang te komen met het draaien. Zo is die beter gelukt. En ik pak deze erbij. Dit is een label wat ook in de kersttijdstansen set zit. En ik twijfel alleen of dat ik hem in het basic beige eronder doet. Dat is die ik nou uitgestanst heb. Of misschien toch in het pecan pie. Dus ik pak even een... Even een restje pecan pie. Ik hoop dat hij er net uit kan. Ja, hij past erop.
hem wel goed in het midden leggen. En dan pakken we hier weer de basiskaart die we even gaan vouwen. En de mat, en ik zie hier weer van die rafeltjes. Vraag me alleen af waar ik mijn schaal weer heb gelaten. Zijn jullie ook altijd van alles kwijt als je aan het knutselen bent? Ik ben een kampioen rommelmaker, denk ik altijd. En ja, zo ben ik nou eenmaal. Nu kies ik er alleen voor om deze mat dus wel gelijk op de kaart te plakken. Want anders wordt de kaart wel heel erg dik. En nu is het even kijken hoe of wat. Gaan we hem op de donkere doen? Of pakken we toch de lichte? En ik denk, om eerlijk te zijn, dat ik die lichte misschien nog even kijken hoor. Nee, ik ga toch voor de donkere. Net iets meer contrast. En dit labeltje plak ik op met Stamping Dimensionals. Even de hoogte van de kaart bepalen. Dus ongeveer hier. En dan plak ik de blaadjes er rechtstreeks bovenop. Dus weer eerst die middelste. En die lag iets hoger op de andere kaart. En dan deze gaat ietsje lager. En dat geldt ook voor het blaadje in Pecan Pie. Eens even kijken waar ik nou de tekst heb gelaten. En die zet ik hieronder. En dan heb ik ook een clean en simpel kaart. Maar toch net op een andere manier. Waardoor je gewoon het verschil ziet. Nou, vergeet niet om door te hoppen naar mijn andere collega's met ook inspiratie over clean en simpel kaarten. Je vindt degene die na mij komt, vind je hieronder in de beschrijvingbox. Ik weet nooit hoe dat ding heet. En hop lekker verder en laat overal een reactie achter, want dat vinden we erg leuk. Dit was het voor deze maand. Ik hoop jullie volgende maand weer te zien. Tot dan!